Regisseur Lieve de Brouwer, bekend van de films Pauline en Paulette en Confituur, gaat zijn eerste Hollywoodfilm opnemen. Dat maakte hij bekend tijdens het Hollywood Film Festival van Vlaams-Brabant. Ja, ik ben eigenlijk met twee projecten bezig die allebei Hollywood filmprojecten zouden kunnen genoemd worden. Dus ik hoop dat ik ze heel snel kan maken. Hopelijk volgend jaar al dat we gaan opnemen. Kun je daar al iets meer over vertellen? Wel, het eerste is een verhaal dat ik zelf geschreven heb. Een scenario waar ik al een tijdje mee zit. Waar een homo-personage in komt. En het andere is de verfilming van een jeugdboek. De plannen om Hollywoodfilms te maken zijn niet de enige waarmee Lieve de Brouwer rondloopt. Zo wil hij ook op tournee gaan met zijn nieuwe theatershow Lieve de Brouwer, Zwanger. Al die 100.000 liedjes waar je mee wordt overspoeld. Songs en hits en melodietjes, die zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager, ieder wijsje, altijd jong, altijd meisje. I love you en ik hou van jou, altijd man, altijd vrouw. Ieder vers en elke aria, Romeo en Julia. Ik heb dus nu een voorstelling gehad in Roeselare, mijn geboortestad, grote première in de grote schouwburg van de Spil. We hebben nu nog een voorstelling in Antwerpen, in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. En ik ben natuurlijk van plan om ermee op tournee te gaan. We hebben het aangeboden aan culturele centra. Het is altijd een beetje spannend afwachten natuurlijk of ze het gaan boeken of niet. Want het blijft natuurlijk altijd een beetje, ja, als mensen mij kennen is het als filmregisseur. En dan gaan ze niet meteen verwachten dat je op het podium gaat staan, gaat vertellen, gaat zingen, gaat je een beetje blootgeven, maar ook tegelijkertijd de clown soms een beetje uithangen, wat ik ook doe. Dus dat is nog wel een klein beetje moeilijk, om die barrière te doorbreken, om mensen echt te overtuigen van, ja, kom dan gewoon eens kijken. Ja, we hebben alle culturele centra uitgenodigd, er is er maar één komen kijken, maar die gaan het wel boeken. Dus dat is... Dat is toch al een goed teken. Als je met de intieme kant van Lieve de Brouwer wilt kennismaken, kun je dus op 17 december terecht in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen. En Julien.